Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de triangelsteek maken. Triangelsteek is een steek waar je lussen mee ophaalt. En de teruggaande toer zet je omdraaien. Daar ga je met twee vaste werken. Het is een hele simpele steek, makkelijk aan te leren. Ik heb dit lapje gemaakt met naald nummer 6. Maar omdat ik deze steek ook wel mooi vond om een grof te pakken, heb ik dit proeflapje gemaakt. En dit zijn ook 30 steken, dan zie je dus ook het verschil. Dus 30 steken met een naald nummer 6 of 30 steken met naald nummer 10. En we gaan nu verder met naald nummer 10, dan kan je het ook goed zien hoe het werkt. Je moet een veelvoud van 3 lossen opzetten. Dus een ketting van lossen met een veelvoud van 3. Ik heb het 30 plus 1. En dan gaan we beginnen met de draad omslaan. En in de vierde vanaf de naald, 1, 2, 3, de vierde, steek je in. En dan haal je je draad op. Je haalt je naald op. Je steekt in de volgende steek in. En je haalt je draad op. Je haalt je draad om. En je steekt in de volgende steek en je haalt je draad op en je haalt je draad weer om als je de 7 op je naald hebt en je trekt hem door. Dan haal je weer om en je pakt de laatste steek die je gehad had waar je de draad op pakte. Dus pak je draad weer op, je haalt om, je pakt de volgende, je haalt hem door, je haalt om en je pakt de volgende steek. En als je de 7 op je naald hebt, dan steek je weer alles erdoor. Het makkelijkste werkt het als je dus losjes je draad oppakt. Dus je haalt om, steekt in de laatste, losjes ophalen, omhalen, volgende steek, losjes ophalen. Omhalen, volgende steek, losjes ophalen. Dan je duim aan de onderkant houden en doortrekken. Omhalen, in de laatste steek, de draad ophalen. Omhalen, volgende steek, draad ophalen. Omhalen, volgende steek, draad ophalen. En dit is echt de triangelsteek. Omhalen, in de laatste, insteken. En zo maak je deze hele toer af. Nou, toevallig kan ik er nu net niet makkelijk in, maar het is eigenlijk een hele makkelijke steek. Zo los mogelijk hou je je werk. Omhalen in die laatste. Omhalen en weer in een steek. Omhalen en weer in een steek. Het
eerste toer is altijd een beetje de lastigste, omdat je dan in die, ja, die opzetlussen zit te werken. Daarna is het makkelijker. En als je weer 7 op je naald hebt, dan trek je het weer door. Dus echt elke keer omhalen, insteken. En een beetje losmaken, omhalen, insteken. En dan heb je er weer 7 en dan kan je weer doortrekken. En we zijn er bijna. Even kijken of ik de laatste eentje terug. Je moet echt omhalen en in die laatste steek omhalen. En in de steek en we komen netjes uit. 7. En in die laatste van de toer, die sluit je even af dus. Normaal hoeft dat niet, maar deze sluit je af. En dan omhalen en dan zet je een half stokje op het einde van je opzet. Lussen. Dan ga je 2 omhoog en je keert het werk. Kijk, en dit is de achterkant. En de achterkant is niets anders dan vaste. En die begin je al in het begin van je lusje te pakken. Dus 2 vaste. Insteken, omhalen en doorhalen. Dat zijn 2 vaste. En dan pak je weer 2 vaste in elke lus. Dus insteken. En 2 vaste. Insteken en 2 vaste. En zo maak je in die lus 2 vaste. En zo maak je deze toer weer helemaal af. En omdat je met een grote haaknaald werkt, dan zie je zo mooi een beetje gewoon ruimte erin. Deze heb ik iets te strak gemaakt aan de voorkant, maar uiteindelijk krijg je daar gewoon handigheid in. En we zijn dan weer bij de laatste. Weer 2 vaste erin. En hier gaan we wel omhoog werken met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan keer je je werk weer om. En je begint hier dus met weer een triangelsteek omslaan. Je zet hem in die eerste vast. En weer omslaan. En je pakt de volgende steek op. Omslaan en je pakt de volgende steek en je haalt hem door 7. En deze toer is weer hetzelfde als de eerste toer. Omslaan, insteken, omslaan en insteken en weer doorhalen. Dit is de triangelsteek. Ja, ik hoop dat je er veel plezier aan hebt. Bedankt voor het kijken. Ik hoop ook dat je doet abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik ben elke keer bezig met nieuwe steken. Ik probeer het ook uit met andere haaknaalden. Zodat je ziet van het verschil van hoe zit het met naald, haaknaald nummer 6. Of haaknaald nummer 10. Kijk, dat is heel persoonlijk. En in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.